Nou mensen, dit is het begin van de vlog. Ik hoop dat jullie genieten en doe er wat je mee wil. We gaan trouwens naar de Praxis, we gaan verf halen. En het wordt helemaal top, het wordt leuk. En doe dat duimpje omhoog trouwens, dat is ook aardig. Yo mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag ga ik naar de Praxis, maar eerst even snel mijn jas laten zien. Want die vind ik hartstikke mooi en daar ben ik trots op. En trouwens, in de auto vertel ik even waarom we naar de Praxis gaan. Want er zit een reden achter waarom we daar naartoe gaan. Iedereen heeft een reden als ze naar een winkel gaan. En die ga ik dan uitleggen, maar eerst even mijn jas laten zien. Nog. Wat een mooie jas. Jezus man. Wat mooi. Van de Iron weet ik veel wat, hoe dat ook heet. Maar ik zeg je eerlijk, hij is wel cool. Hij is ook lekker warm, dus ik ben er hartstikke blij mee. Nou, ik ga naar de Praxis. Nee, omdat, ik heb gezegd dat ik naar de Praxis ging. Nou ja, ik ga naar de IKEA en de Praxis, omdat jullie wat moeten kopen. Wat moeten jullie kopen? Kast. Ja. En jij je bed. En mijn bed. Nou, dat is het. Ik ga mijn kamer verbouwen. Wat misschien ook leuk is om te filmen. Ik weet nog niet of ik dat ga filmen. Als jullie dat willen, doe dan een duimpje omhoog. En even reageren of jullie dat willen zien. Want het is wel gewoon leuk, want dan gaan we verven. En ja, gewoon, ja. Misschien is het leuk om te laten zien, weet je. Maar dat weet ik niet. Dat moeten jullie maar bepalen. Want jullie zijn de klantenkoning, zeg maar. Maar we gaan dus nu naar de Praxis toe. Eerst naar Ommoord. Gaan we even iemand ophalen. En ik weet niet hoe we diegene... Oh kijk, dat is gewoon een stoel. Daar is een stoel. Oké. Dus dan kan die daar zitten. Okay. Ja, dit zag ik toch niet. Maar we zijn... Wat is er? We zijn nu bij de richting van Hillegersberg en dan gaan we naar Ommoord. Dus ik zie jullie zo weer, want... Oké mensen, we gaan balloren spotten. Balloren. Daar zo. Kinderparadijs. Ballenbak. Dat weet ik nog wel vroeger. Toen hadden we een feestje of zo. We zijn echt vaak heen geweest. Ja, maar dat is echt niet normaal. Want we hebben ook een keer. Hoe oud waren we toen? Dat was wel leuk alleen, man. Ik zeg je eerlijk. Ik denk dat jij 8 was of zo en ik 9. Ja, zoiets. Nee, je kleiner zelfs. Stik goed. Hoe oud ben je? Oh, je eigen broer. Nee, hoe oud ben je? Oh. In groep 4. Oh, in groep 4 weet ik veel. Weet ik niet, joh. Ik denk 10 inderdaad, 11. 9. 9? Weet ik allemaal niet meer. Nee, dat is niet allemaal. Maar ja, mensen, we zijn nog steeds aan het rijden. Duurt fucking lang. We zijn er bijna. Duurt super lang, ik mag niet schelden. Anders is het niet meer kindvriendelijk van YouTube. Ja, dat hebben ze ook opeens. Super grappig. Maar ja, dus dat mag dat... niet meer schat? Nee, dat mag niet meer van YouTube. Dan ga je een soort van. Dan ga je een soort van, hoe noem je dat? Dan komt er een soort van. Dan gaat het geldtekentje gaat dan niet meer. Zoiets is het. Als je scheldt, dan krijg je ook geen geld. Snap je? Het rijmt. Als je scheldt, krijg je geen geld. Ja. Oh ja. Sorry. Snap je? Dus dat zijn voor de grotere YouTubers is dat heel erg. Verstandig om dat niet te doen, want anders zijn ze straks hun huis kwijt of zo. Weet maar nooit. Zij schelden ook niet meer. En zo'n knol heeft ook altijd zo'n piepje eronder, wat ze ook altijd op tv hebben, weet je wel. Waarom? Ik bedoel. Ja, omdat je niet meer mag schelden. Ook geen kut. Ik zeg dat je niet mag schelden. Wat doe je? Godgeloeiende zeg. Doe ik het ook? Oh, dan kunnen we even die bocht maken. Nou ja, als we er zijn, dan film ik wel even verder waar we heen aan het rijden zijn. Want ik weet ook niet waar we aan het rijden zijn. Maar dat zie je het ook niet? Nee, echt niet. Oh. Nee, ik heb een tomtom, ik weet niet of ik kans moet rijden. En nu niet, maar zo. Oké, ja, toch. Later. Nou mensen, we zijn er. Geweldig, die man is even de ramen aan het schoonmaken, geloof ik. Dat is wel super leuk. Ik heb geen idee waar we zijn. Laat ik even een beetje de omgeving filmen. Oh, daar zijn we al. Super fijn. Dan kan ik eigenlijk niet de omgeving filmen. Ik mag heel snel even naar buiten. Ja hoor, doe maar. Oké. Wacht even hoor, ik ga even de omgeving filmen. Oké.
Oké. Okay. Nou, okay. Oh, moet je kijken, mensen. Man, oh man, oh man. Wat een feestje. Kijk dan. Die man daar zo, daarachter, die was de ramen aan het zemen, maar ik ga het niet echt laten zien. Maar dit is gewoon een flat en zo. Wat loopt hij nou luid te doen? Wat loopt hij nou luid te doen? Oh. Wat loopt hij nou luid te doen, jij? Man, oh man, oh man. Oké. Ik dacht echt dat je weg zou rijden, maar dat... Man, anders wil ik echt niet meer rijden. Oké, nou. Dan zien we jullie zo weer. Oh, oké, die gasmaaier. Blaadjesharker. Hoe heet zo'n ding? Een blaadjesharker. Een blaadjesharker, moet je kijken. Blaadjesharker? Ja, hij is aan het harken. Geen idee. Nee, echt niet. Nee, maar dat ding, dat is een hijskraan. Dat moet je hier blaadjesharken. Een hijskraan? Ja. Zo noem je dat. Hij is 20, 30, 40 meter hoog. Nou. Wacht even. Harder van de auto. Ja, maar mij niet uit. Boeit mij niet. Kijk. Ik hoop dat jullie het een beetje gezien hebben. Anders hebben jullie dikke vette pech. Zo, oké. Being a gangster is hella tight. I walk around town with a stark Nou, zijn we bijna bij de... IKEA. Ik wil bijna Primera zijn. Primera. Maar, we zijn bijna in de IKEA. Maar ik weet niet wat dat is. Is dat een olieachtig iets? Of wat moet ik first? Een gas. Zo. Geweldig. Misschien kan ik het een beetje filmen, nou, dat zie je niet meer. Maar we zijn bijna, ja, en trouwens, Ashley is er ook bij. Ja, hey. Voor de mensen die dachten, waarom hoor ik iemand anders op? Ja, dat is Ashley. Dus, ja, oké. Okay. Hoi, zo, maar jij kan goed rijden, zeg. Dat is zo normaal. Ik heb al 2 jaar mijn rijbewijs, ja. Zo oud ben ik. Precies. Laat even inzien, mensen. Precies. Nou, bijna ongeluk gehad. Nee, geen... Wat? Nee, geentje, nee, geentje. Nou, mijn nee. Wel, weet je wel. Ja, ja, wel. Links, midden op de rij, was weer in, midden op de weg. En links op naar rechts, bij de auto. En we kijken naar huizen. Ja, ook langs. Ik aan het sturen. Kijk, Karwei ook nog. Nou, even kijken, even snel. Oh, dat is wel slim. Daar is ook Karwei. Gaan we ook even langs de Karwei? Nou, eigenlijk hebben we laminaat, maar het ziet er dicht uit. Nee, het is niet dicht hoor, toch? Wel. Ah, hij is open. Maar waarom zijn er geen klanten? Nou, hoe denk je gewoon dat je deze auto is? Het gaat nooit om oppassen. Nee, maar... Het is gewoon een vrachtwagen. Dat we jou meenemen. Oh. Zo. We gaan gewoon zonder jou weg. Ja. Jij mag wonen in de IKEA. Nou, ik wil een groot huis in jullie huis. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Nou, even parkeren en alles. Ja, dat is en dan rustig. Gaan we even bedden testen. Fucking vet. Dat vind ik echt... Hij is pas letterlijk pas een kwartier open, hè, de IKEA. Echt? Ja, dat is wel top. Nou, ja, zeg. Nou, oké. Okay. Ik zie jullie zo weer. Ik sta zondag even voor een leger. Zo. Moet je kijken. Net over de streep. Man, oh man, oh man. Wat een feest. We zijn nu in de garage van de IKEA. Ik ben opgewonden gewoon van de IKEA word ik gewoon. Ik ben zo blij dat ik bij de IKEA ben. Dat is gewoon niet normaal. Maar ik weet niet of dat erbij hoort eigenlijk. Ja, alles. Alles? Man, daar word ik nog opgewonder van. Man, oh man, oh man. Maar lekker. Nou, ja, we gaan de winkel in en dan ga ik even bedden testen. Dus dan zien jullie hoe ik zo erin opspring zo. Oké. Film wel? Ja, ik film. Loop maar. We gaan iets leuks doen, joh. Kom mee. Life for me, shooting people by day, selling drugs by night. Being a gangster is hella tight. I walk around town with a stark erection. Then get... Nou, zo in die IKEA, jongens. Zo. Mooi bedje. Ja. Kijk dan. Doet hij het? Oh. Shit. Ah, nee. Ah, jammer. Dat vind ik echt jammer. Kijk hoe die stem hebben. Nee, het is echt vol. Oh, hij doet het niet. Alles doet het niet. Nou ja. Ik word echt blij van die IKEA. Moet je kijken, mensen. Elvis Presley. Nee, het ging over de laminaat op de muur. Super vet. En ook op de grond.
Oh, deze trap. Oh nee. Voor veiligheid deze trap niet. Shit, man. Ik wou die trap even. Ja. Zo. Super cool. Zit het allemaal vast of niet? Oh, je kan het gewoon pakken. Fucking vet. Alsof ik nooit in de IKEA ben geweest. Nou, joh. Oké, mensen. Ik weet niet wat dit is, maar ik ga het gewoon uittesten. Een soort van. Ja, aarde. Weet ik niet, een bol of zo. Zie je, je ziet toch altijd die baby's die dan een soort van gaan wiegen. Dit is precies hetzelfde. Even een slow motion shot. Nee, neem. Hij is niet, je zegt dat ik moest klikken, maar hij is niet. Je batterij is bijna leeg. Heb je niemand daarbij? Oh. Goed. Ja. Uit. Oh. Kijk eens even, jongens. Alleen maar spullen. Van een tafel tot weet ik veel wat. Gewoon niet normaal, man. Maar we zijn nog steeds niet bij de bedden. Maar ja. We moeten maar kijken of we nog bij de bedden aankomen. We zien het wel. Nou, dit is misschien het bed wat ik wat je wil. Testen. Mag ik echt in liggen? Nee, niet. We moeten op gaan zitten. Oeh, wel. Nog. We zijn naar kasten aan het kijken. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. Want nu kan ik een beetje rond kijken. Allemaal sieraden. Man. Is lit. Is allemaal lit. Is lit. Even kijken wat hierin zit, jongens. Wat? Gekkigheid allemaal. Ik weet eigenlijk niet wat dit is. Dat weet ik echt niet. Maar ja, dat is wel cool. Want zij zijn een soort van, kijk, wat zie je daar? Daar zijn ze kasten aan het kijken. En ik ben een beetje aan het rondlopen. Omdat ik een soort van, ja, ik heb al zeg maar een matras en een bed heb ik zeg maar gevonden al. Dus ja, ik ben een soort van klaar. Maar ik moet natuurlijk ook wel een beetje meewerken. Maar dat, ja, ik weet niet. Heb ik soms geen zin in of zo. Dit is ook een lauwe kast, eerlijk. Wat? Moet je dit zien? Nou, kijk dit, man. Yes, maar ik weet niet wat dit is. Dat wil ik weten. Oh, dat is voor die clipjes of zo. Nou ja, ik weet het niet. Nou, ik zie jullie zo weer. Later. Oké, mensen, we zijn klaar met alles op een papiertje schrijven. Nu gaan we alles halen en dan gaan we het in de auto proppen. Ik weet nog niet eens of het past. Maar ja, dat zien we dan wel. We gaan nu even alles halen. En een matras hebben we en alles. En ik dacht, ik ga niet filmen bij de bedden en de matrassen. Maar dat had ik eigenlijk moeten doen. Maar ja, nou, we gaan het halen. Oh, mag ik daarop zitten? Nee. Ja. Dat heb ik mensen zien doen, ik dacht ik doe het ook gewoon. Maar waar gaan we nu heen? Want we zijn niet in het magazijn, geloof ik. Nee, kijk dan, we zijn gewoon in een bordenafdeling. Met allemaal borden en glazen. Doe een rondleiding. Nou, hier. Hier zie je servetjes. Allemaal glazen natuurlijk. Oh, je moest even wil je ook een kussen? Ja, ik moest een kussen uitzoeken. Dat moest ik ook nog. Je hebt toch een kussen? Ja, eentje, maar misschien is het handig dat kussens, we de. Hè? Oh ja, dan doen we dat. Ook goed. Maar zijn dat. Fion. Kijk, hier wonen de Indianen. Nou, alsof we in de slaaphemel zijn. Moet je kijken. Als ik zou moeten kiezen voor een dekbed, zou ik sowieso wel een grijze nemen. Of zou ik. Even kijken. Wat vind ik smullen? Wat vind ik leuk? Ja, verder niet heel veel, geloof ik. Alleen de grijze. En de groene vind ik niet heel erg nice. Maar ja. Ja, ik moet je kijken hoeveel. Wat? Gewoon niet normaal. Of kijk deze kleur. Wat? Bizar, man. Van de beddenafdeling naar de kussenafdeling. Geweldig. Dit is echt een leuk dagje naar de IKEA.
Nee, dit vind ik niet lekker. Dit voelt niet lekker. Deze ook niet. Zo. Maar mensen die deze niet. Hoe deze? Hoeveel? Dat is heel eng. Hij is heel eng. Oh, dat is in die reclame dat zo uitdeuken. Oh, dat is lekker. Ken je dat? Wat een gevoel. Ja, man. Deze is ook heel raar, deze. Het is heel beetje... eng materiaal. Dit is heel eng. Ja, het is niet... Nou ja, we gaan even verder. Ik heb een hele mooie, trouwens, set van kussen... nou, geen kussen, maar hoe heet dat, zo'n sloop van een bed. Ja, beddengoed. Weet je aan? Nou, oké. We gaan. We zijn nu in het magazijn. Moet je kijken, mensen. Dit is gewoon niet normaal. Gewoon alsof we allemaal flatten zien en zo. Het is gewoon niet normaal. Wacht. We moeten daarheen. Nou, we gaan even naar bed kijken en dan zien we het wel. Hier kan je gewoon bestellen, net zoals als je in een supermarkt bent. Dan doe je boodschappen bestellen, hier doe je het bij de Primera. De IKEA, shit man, waarom zeg ik het fout? Mensen. Ik sta nog steeds bij de IKEA. En dit is dan mijn bed. Super zwaar, maar ja. Maar ze zijn daar zo de kast aan het doen. Dus zij zijn nog een soort van bezig. En ik ben ook altijd bezig hoor, ik help ook een beetje mee. Maar ja, dit is wel een beetje wat mijn bed gaat brengen. Ik hoop dat we het goede hebben gehaald, want straks staan we voor Jan Doedel met de trekzak. Maar, hoe heet dat? Ja, is dat. Zoiets, ik weet niet. Mooi kleurtje allemaal. Grijs. Nou, wordt wel mooi, dat weet ik zeker. Waar is Daniel? Potloodje pakken. Oh, hij was een potloodje weer kwijt. Man, oh man, oh man. Nou, geen idee wat het is. Nou mensen, we hebben in ieder geval dit, zeg maar, opgeruimd helemaal. Nou, niet opgeruimd, maar opgetild om, ja, in de kamer te hebben, zeg maar. Ik weet even niet hoe je dat noemt. Maar, hoe heet het, nu gaan we naar de praxis. En dan gaan we verf halen. Alleen, ik had het niet gefilmd omdat de batterijen leeg waren. Dus helemaal kut. Nou ja, we gaan naar de praxis toe. Jotem! Nou, daar gaan we dan. Ik heb wel een nieuw bed. Daar ben ik wel blij mee trouwens. Mooi. Nou, dat is het. Nou, naar de praxis. Ik weet echt mijn god niet hoe lang ik film al eigenlijk. Ik denk dat ik wel een uur... aan filmen. Dat denk ik ook weer niet, maar er was net een glazen wasser, maar die is gewoon verdwenen zo. Die heeft nog niet eens afgemaakt. Die heeft er geen zin in. Kijk jongens, dat is echt heel erg. Ik moet wat laten zien mensen. Is dit een puist? Ik weet niet. Kijk. Het was... Oh nee, dat kan ik niet filmen. Laat maar. Niks, er is niks aan de hand. Niks. Daar zijn we dan. In de karwei. Nou, nog niet in de karwei, maar we gaan nu voor verf kijken en laminaat. Dus een korting op laminaat. Zo, gaan we gelijk even. Nou, dan hebben we gewoon alles wat er niet mee zat, is nu wel een beetje weer. Een soort van. Waar gaan we heen? Trainen. We moeten misschien even wachten op Daniel. Ja. Heeft iemand film? Ik weet het ook niet, anders zo horen we het wel. Ja. Nou, ik zie het zo. Nou, kijk dan. In de karwei. Allemaal lampen. Echt vet cool. Eens kijken. Kom, ga maar naar haar, kom. Ik dit, oh, oké. Okay, ja. Ja, ik weet het ook niet, maar we horen het wel aan die mensen. Als ze gewoon schreeuwen van, jongeman, niet filmen. Nou, dan film ik niet meer. En zo. Dan niet. Maar we gaan even bij de verf kijken. En bij de laminaat. Eerst laminaat kijken. Dus dan zie ik jullie zo als we bij laminaat zijn. Dat is wel het idee. Dus ik zie je zo. Ja, maar deze. Deze vind ik. Deze vind ik dan iets te. Wat zou ik doen? Want dit is iets klassieker. En dit is iets moderner. Van 24 euro. We gaan even daar kijken. Ja, gaan we daar kijken? Dus, taan toe duur, G.
Oh, we kunnen daar inderdaad. Daar kijk. Maar welke had jij dan? Jij had je vorige keer ook daar gekocht, of niet? Oh. Oké, okay, ja, dan gaan we daar kijken. Oh, dat is helemaal chill. Ah, laten we gewoon daar kijken. Nou. Deze lijkt me wel gewoon een goeie. Die zwartachtige. En ik had ook. Had ik even kijken welke dat was. Deze hadden we ook eerst, maar deze vind ik minder mooi. Dus ik denk dat ik voor die zwarte ga. Denk ik. Maar dat past ook net bij mijn bed, weet je wel. Dus ik denk dat ik dat wel beter ga doen dan. Is dat wel dezelfde hout dan? Of niet? Dat weet ik ook niet. Ja, hetzelfde hout. Alleen andere kleur. Nou, dat is fijn. Ondervloer, maar. Ondervloer? Ja, dat heb ik ook nog. Ondervloer. We gaan even kijken naar de ondervloer. Nou, van de IKEA naar de Praxis. Primera, trouwens. En ja, daarnet was het wel even leuk, want er kwam een vrouw en die zag mij al een beetje vloggen. Die dacht van, hey, even vragen wat het allemaal is. Maar ik weet op mijn god niet waar Daniel heen gaat. Nou ja, we zien het wel. We hebben trouwens die laminaat hebben we al. Dat zwartachtige, dat vond ik wel mooi bij mijn kamer passen. Dus ja, we zijn echt wel lekker bezig. Dat is fijn. Heb jij nog wat te zeggen? Of, nou ja, niet. Nee, oké. Okay. Ja. Nou ja, ik zie jullie zo weer. Zo. Ah, okay. Dan zou je willen vragen. Ja, is het pijnlijk? Kijk, nu hebben we een soort van ondervloerplaten nodig. Maar we weten niet welke we moeten hebben. Of deze. Of. En deze. Nodig? Dus dat weten we niet. Hij is aan het vragen aan mijn vader. Ja, dus. Ja, oké. Okay, dan... oh, ga ik even de car halen, jongens. En dan gaan we, ja, gaan we het onderlaminaat. Het moet inderdaad van die rarige achtig iets zijn. Ik weet nog niet eens hoe het eruit ziet. Het laatste wat ik liet zien, dat moet het zijn. Dus gaan we nu, als de wiede weer, gaan we daar naartoe. Huh? Alleen, het gaat niet zo goed. Kijk eens. Een soort van aluminium. En dan gaan we nu naar de verf toe. En dan zijn we klaar. Wat? Aluminium. 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 Dan nee, ja, gaat niet zo goed. Nou ja. Nou. Verf. Dan moeten we wel iets zoeken wat daarbij past, toch? Ik heb geen verf te zoeken. Hij heeft geen zin meer. Ja, verf is niet. Man, oh man. Oké, jongens. Ik heb een kleur uitgekozen. Samen met hun. En deze vind ik het beste. En dan moet je inderdaad even zo. Kijk, dan is dit het laminaat, zeg maar. En dan dit, zeg maar, de kleur. Ik vind het wel prachtig bij elkaar. Nou, zeg even in de reacties wat jullie ervan vinden. Dat vind ik wel leuk. Ik vind het lelijk. En dan ja. Precies. Precies. Hoe kut zou dat zijn? Oei, allemaal kleuren. Ik geloof dat ik deze heb. Maar dat weet ik niet zeker. Nog, ben ik wel even blij met wat ik gekocht heb. We hebben het gewoon helemaal goed is het. Ik heb nu gewoon alles. Ik ben wel blij. We hebben er gewoon, nou ik denk wel een dag zijn we er, nou nog niet eens. We zijn lekker vroeg opgestaan, ook voordat we dit zeg maar moesten kopen. En ja, dat is wel fijn, weet je. Want we hebben nu nog, geloof ik, wel gewoon een middagje. Dus dat is wel chill, kan ik ook gewoon chillen en zo. Maar hier gaan ze straks, mijn verf gaan ze een soort van... gaan ze, ja, een soort van malen of zo. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar dat is wel fat, hoor. Dat is echt wel leuk. Ik ga dat wel filmen even. Gewoon voor jullie, toch? Ik ga harsjes in staan. Oh, daar ligt het, jongens. Daar is hij aan het schudden. Ik weet niet of jullie het zien, hoor. Maar daar ligt het. Nou, dat is chill. Want dan zijn ze, zeg maar, het verf nu aan het soort van schudden. Kan je het noemen? In een soort van oven. En nu hebben we blijkbaar verfspullen nodig. Kijk dan. Van die hele zachte stof. Voel. Heel raar. Verf dat hier wel. Ja, dat hebben we hier nodig. Is toch wel onderhandig? Oh, stoot dit bijna om. Zo enthousiast ben ik. Nou ja, we zijn een beetje aan het kijken.
wat je moet hebben. We zijn nu klaar en we hebben zeg maar alles is nu in de achterbak. En nu gaan we even Wesley boodschapjes doen. Wat? Inclusief Wesley. Inclusief. Ben je nog hoor. Ja, in de achterbak. Nee, hey. Achterbank. De achterbank. Bank. Bank. Maar we gaan even boodschappen doen, want ik ga vanavond koken. Dus ja, iedereen heeft in de familie heeft hij een dagje dat hij moet koken. Dus nou, vandaag is het mijn beurt. Dus dat gaan we doen. Yes! En dan gaan we raps maken. Dus dat wordt wel lekker. Dat wordt weer smullen. Nou, dat is het dan een beetje. Ik kan het allemaal wel leuker maken dan het is, maar dat is het eigenlijk niet. Ah, zo. Dus later. Ja mensen, dit was de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en even reageren. En dan zie ik jullie weer later.